Hey, tof dat je kijkt. Welkom bij weer een nieuwe video. Mijn naam is Roman de Ridder en dit is het YouTube kanaal Media Films waarbij je meer kunt leren over fotografie, videografie en het ondernemerschap. En ik heb vandaag een heel leuk thema, want ik heb zojuist mijn nieuwe website gelanceerd. Ik ben er echt super trots op en ik wil je in deze video eigenlijk meenemen in welke keuzes ik heb gemaakt voor mijn website, welke belangrijk zijn voor mij als ondernemer en op welke punten ik denk dat klanten ook echt voor terugkomen. Dus laten we erin duiken. Nou, laten we erin duiken: www.romediafilms.nl um, Dat is mijn nieuwe website. Uh, ik ben van WordPress afgekomen. Daar stond eigenlijk mijn oude website op. Voor de Romea Academy zat ik al een tijdje bij Phoenix van de IMU. En dat beviel me eigenlijk heel erg goed. Dus ik heb eigenlijk een tweede domein daar uh, bijgenomen en daar dus mijn gloednieuwe web website op gebouwd. Dus als we er naartoe gaan, dan uh, nou, kom je uit op de homepage. Dit is de homepage. En. Uh, ja, het is, een, het is een nieuwe stijl, het is een nieuwe look. Um, we hebben hier uh, de titel. Verbinden, verfilming vertellen. Dat is natuurlijk een beetje mijn, uh, mijn tagline, mijn, mijn, mijn slogan. Hetgene, het backlekker En het, het is iets wat um, heel erg veel vertelt over wat de dingen zijn die ik doe. Um, en eigenlijk gelijk vooraan hebben we een kom in contact button. Zodat mensen eigenlijk gelijk vanaf de homepage met mij in contact kunnen komen. En dit vind ik er visueel gewoon heel tof uitzien. Uh, ik doe namelijk dingen met videografie. Ik doe... YouTube uiteraard en ik doe bruiloften. Dat zijn eigenlijk de drie speerpunten die ik belangrijk vind om te vermelden... voor nieuwe bezoekers die op mijn website komen. Als we naar beneden scrollen heb ik eigenlijk gelijk een soort van introductievideo van mezelf. Ik moet dit nog een beetje aanpassen. Dit is een video die staat op Vimeo en hier staat nog mijn oude logo. En dat is, nou, het is nog niet helemaal netjes afgewerkt. Ook deze titel is nog een beetje vreemd en raar. Dus dit ga ik nog even anders doen. Uh, misschien is het al anders op het moment dat jij dit dus bekijkt. Maar voor nu is dit uh, nou, zoals het nu is. Ik vind... Als je iets met video doet, moet je jezelf ook in video voorstellen. Mensen krijgen gelijk een goed beeld van je. Um, en dat werkt gewoon heel goed. Dan de opdrachtgevers waar ik tot nu toe met trots voor heb gewerkt. Althans degene die ik noemenswaardig vind. Um, want het zijn er natuurlijk veel meer. Alleen ja, um, er zit er ook gewoon een aantal tussen die ik gewoon liever niet vermeld. Of waarvan ik zoiets heb van. Nou ja, het is niet, gewoon niet noemenswaardig. Dat komen we door. Dan komen we uit bij de Romania Academy. En hier heb ik eigenlijk een stukje informatie over iedereen die dus beeldmaker is en die dus. Interesse heeft in de Romania Academy. Het is een soort van introductie, dus hier staat echt heel globaal, heel kort wat de Romania Academy inhoudt. Ik zou zeggen: wist je het nog niet? Ken je de Romania Academy nog niet? Check het even uit. Zonder daar al te diep op in te gaan. Uh, scrollen we naar beneden en dus nog steeds de homepage, ja, voor de duidelijkheid. En dan heb ik eigenlijk een, een eerste aanbod. Van een e-book die ik dus verkoop. Dit is mijn best verkochte e-book, mijn videografie Startgits. Die staat er hier voor 19 euro op. Maar als je hem eenmaal wil kopen, dan zal je er uiteindelijk uh, 15 euro voor betalen. En dat is echt een, uh, nou, een hele goede koop voor hetgene van wat je krijgt. Als je het interessant vindt, moet je het maar gewoon even checken. In ieder geval op de homepage is dus alsnog een aanbod al gelijk voor een e-book. Omdat dat eigenlijk al gelijk aangeeft dat dit een website is die niet alleen informatie geeft, maar ook waarbij je dingen kan. Aanschaffen kan kopen. Dus dat zou een beeld moeten schetsen voor de bezoeker. Als ik verder naar beneden scroll, heb ik hier een aantal foto's. Uh, en deze ga ik misschien nog klikbaar maken, dat weet ik nu niet zo goed, um, want een aantal testers die zeiden van: Oh, dat moet je klikbaar maken, want nu is het raar, want nu open je het alleen en dan gebeurt er verder niks. Het is misschien opgevallen, maar als je scrollt, dan zie je hier dus een, een soort van laadbalkje lopen. En die geeft dus eigenlijk aan hoe ver het nog scrollen is, zodat je aan het einde van de pagina bent gekomen. En dit vind ik een hele toffe toevoeging. Omdat mensen die zijn van nature altijd een beetje. die hebben de neiging om dingen echt af te maken. Mensen kunnen er niet tegen als iets niet af is. Dus als je hier doorheen scrolt en je ziet dat balkje hier lopen, dan heb je het gevoel van ik wil me eigenlijk toch nog verder naar beneden scrollen. Want dan gaat dat dingetje gaat verder naar beneden. Um, heel raar psychologisch iets, maar het werkt echt heel goed. Uh, en het ziet er gewoon leuk uit. Dus ik heb op meerdere pagina's heb ik zo'n laadbalkje uh, lopen. Dus dat is eigenlijk een beetje mijn uh, homepage. Uh, Dan gaan we door naar het portfolio. Eigenlijk het belangrijkste wat je op je website zet. Want nou, dat zijn de dingen waar je trots op bent. Wat je graag deelt. Uh, en waarvan je wil dat mensen je dus zien. En dat ze dus op basis daarvan ook je uh, gaan inhuren. Dus portfolio, werk, producties waar ik dus trots op ben. Ik spreek altijd een meervoud. Omdat ik ook vaak met meerdere freelancers werk. En die dus ook inhuur. Um, dus ik, het komt weinig voor dat ik echt... Helemaal alleen een hele productie doe. En ik spreek namens mij en de freelancers die ik inhuur. Dus um, die geven mij vaak ook heel veel feedback. Dus ik, ik, ik hecht ook veel waarde aan het feit dat zij dus erbij horen. Het is uh, onderverdeeld in corporate, uh, dus een aantal uh, nou, van Unive, in dit geval, Historisch Nieuwsbad, dus klant van mij, uh, Grisel International. Uh, New Scientist. Als je leuk vindt, moet je er maar eens een keer uh, bekijken. Het zijn relatief oude films, wel, dit. Maar het is eigenlijk, ik wilde dus ze per se clusteren. Dit is het beetje geworden. Dit is lang niet het nieuwste werk wat ik heb gemaakt. Maar ja, je kent het vast. Heel veel mag ook niet online komen. En dat vind ik dan toch altijd een beetje lastig. Het gaat erom dat ik iets heb om te laten zien aan mensen die mij nog niet kennen. En die mijn werk nog niet kennen. Testimonial van uh, Ike van het Historisch Nieuwsblad. Um, heeft een kort uh, stukje geschreven over hoe ze de ervaring vond. Onderdeel wat nog meer is van mijn portfolio. Dat zijn natuurlijk de bruiloften. Daar heb ik een aparte pagina voor. Maar ook voor mensen die gewoon even snel mijn portfolio willen checken. Die zien dus die ook hier ook eigenlijk de... De laatste drie bruiloften die ik heb gedaan. Um, en die kunnen dus ook vanaf hier naar de bruiloftpagina. Als ik verder naar beneden scroll, kom ik in mijn fictiebioscoop. Ik heb een heel groot en lang verleden als fictiemaker. Ik ben afgestudeerd fictieregisseur En hoewel ik nu geen fictie meer maak, vind ik het wel leuk om het gewoon te tentoonstellen. Om het gewoon te laten zien. Als, als ik in een gesprek erop kom en mensen vragen aan mij: van, oh, heb je nog iets online staan? Dan zeg ik: ja, kijk gewoon op mijn website. Zonder dat ik ze helemaal linkjes hoef te sturen, al los van uh, naar die films toe. Dus ik vind het fijn dat het allemaal gewoon bij elkaar op één website staat. Uh, wat het heel leuk maakt. Het is trouwens mijn afstudiefilm onder uh, Als je kinderen hebt of um, je houdt van kinderfilms, dan zit echt een, een hele leuke aanrader. Het duurt ongeveer een half uurtje. En dit is de hele making of Dus eigenlijk gedurende een heel jaar hebben we dus mijn afstudiefilm gemonitord en geregistreerd met GoPro's en allemaal van die. Knullige cameraatjes. Maar die making nog is heel tof geworden. Dus als je het leuk vindt, uh, even zeker kijken. Gaan we door naar bruiloften. Uh, dit is een pagina, dit is denk ik de meest bezochte pagina op mijn website. Normaal gesproken dan. Uh, ik hoop dat dat nog steeds zo blijft. Dus ik heb hier echt mijn best op gedaan. En dit is ook een grote pagina. Er zit heel veel in. Omdat ik wil dat als een bruidspaar op mijn website terechtkomt, dat ze op die pagina blijven en daar alle informatie kunnen vinden. Die ze nodig hebben of die ze van mij willen weten. Dus ik heb hier eigenlijk een aparte menubalk in zitten. Met eigenlijk uh, ja, een soort van jump to's uh, naar onderdelen van, uh, van deze pagina. Dus ik heb hier uh, de Perfecte Dag, Perfecte Partner, Perfecte Trouwfilm. Dat is een beetje mijn slogan weer voor. Een beetje vergelijkbaar met dat Verbinden van Film Vertellen. Maar dan voor bruidsparen. Kort nog een keer mijn naam en trouwvideograaf. Gewoon omdat dit een pagina is die ik heel vaak los doorstuur. En mensen dus vaak niet eens op de homepagina terechtkomen als ze dit gaan bekijken. Next Level Trouwfilms, nou, dit moet je maar een keer lezen. Voorbeelden, als je naar beneden scrolt. Nou, hartstikke leuk. Zo'n parallax effect. Um, nou, een aantal foto's, afbeeldingen. En hiermee wil ik dus eigenlijk ook aangeven dat het... Het lijken net foto's, maar het zijn eigenlijk gewoon... stils uit de films die ik heb gemaakt. Uh, wat klanten nog, nog een keer dat extra zetje moet geven... ...dat ze echt denken van, wow, dit, die kwaliteit is echt fantastisch. Is echt goed. Uh, het portfolio binnen uh, de trouwfilms. Dus ook hier heb ik dus weer een soort van... Uh, spel van, uh, van films. En uh, ja, dit ziet er gewoon uh, heel tof uit. Als mensen geïnteresseerd zijn in mijn werk, kunnen ze hier gewoon eigenlijk in deze schermen, of eventueel op YouTube natuurlijk, in een grote scherm, kunnen ze dus de films gaan bekijken. Lieve woorden: testimonial is heel belangrijk op je website. Um, geeft een stukje bewijs hè, naar de koper. Um, de pakketten. Uh, hier werk ik nog een klein beetje aan, dus nog een beetje tweaken. Mijn pakketten zijn zeker duurder geworden in de afgelopen tijd. Um, en ik ben ook echt de goedkoopste uh, niet, als ik mezelf vergelijk met mijn collega's. En dat pro ik probeer gewoon mezelf een beetje in een iets hoger segment te zetten. Dat ik ook nog gewoon niet constant geboekt word door iemand of gevraagd wordt van, oh, doe je ook een bruiloft voor 500 euro? En dan zeg ik, ja, luister, dit zijn de prijzen die ik normaal gesproken hanteer. Wat denk je zelf? <laughs> dat zeg je natuurlijk netjes. Maar uh, you get the point. Weet je wel? Als je je zelf al in een iets hoger segment gaat zetten. Hoewel ik denk dat dit nog steeds niet super duur is. Um, voor hetgene wat ik doe, en wat ik er voor over heb om te doen. De upgrades. Uh, dus dit zijn de clean pakketten. En dan hebben we hier de upgrades. Um, nou, ook dit moet je maar gewoon een keer uh, op je gemak bekijken. Als je daarvan af wil kijken. Of je hebt zoiets van. Uh, oh, ik ben wel benieuwd op hoe Robin dat doet. Check het maar. Dan heb ik mijn werkwijze, dus uh, wat mogen mensen verwachten als ze mij dus willen boeken. Dus eerst gaan we een datum prikken, een pakketkeuze, rebellen, gaan we kennismaken. Uh, dan heb ik een stukje achter de schermen. Dus kunnen mensen ook daadwerkelijk zien van hoe ik dus achter de schermen werk. Als je trouwvideograaf bent en je kijkt dit nu en je denkt. Hey, dit heb ik nog niet gezien voor Robin. Ga het kijken. Want uh, eigenlijk neem ik je hier gewoon heel vrijblijvend en heel gratis mee op hoe ik een uh, bruiloft film. Uh, dus heeft iemand de hele dag met mij meegelopen. En heeft mij dus gefilmd terwijl ik een bruiloft film. En vertel je eigenlijk alles over alle keuzes die ik maak. Een quote zoals: Het is echt altijd weer de grootste eer. Het, het backlecker. En ik denk dat dat ook de lading dekt. omtrent hoe ik met bruiloft omga. Trouwens, wel grappig, want die laadbalk hier heeft dus een hartje. in plaats van een, een, een sterretje of een ruitje of zo. Voor kopassen. Um, eerste reacties van bruidsparen. Die staan hier ook onder. Die film ik uh, vaak. Uh, bij het Braafbaar zelf, als ik het, de highlightfilm voor het eerst laat zien. Nou, dat is echt een dikke tip voor iedereen die dus uh, nou ja, ook een eigen trouwpagina heeft. Nog meer lieve woorden. Um, nou ja, hartstikke leuk. Uh, een soort van uh, reminder: van wacht niet te lang, neem maar twaalf aan. Veel gestelde vragen over muziek en leeftijd en dat soort uh, omgeving. En dan nog meer vragen of interesse kunnen ze via de contactpagina kunnen ze dus contact opnemen. En hier dus nog een aantal foto's. Tot zover de bruiloften. Dan de gratis tools. Um, ik bied een aantal gratis dingen aan op mijn website. Uh, een paar e-books. Dus ik heb hier mijn e-book: uh, Welke camera moet ik kopen? Het is dus echt een beginnersguide over waar je op moet letten. op het moment dat je dus in de markt bent voor een nieuwe camera. Um, kun je gratis downloaden. Um, nou, weer een paar testimonials over wat mensen ervan vonden. Ik heb een contracttemplate voor bruiloftsvideografie. Ook een mooi gratis template voor mensen die dus willen gaan starten met het werken met een contract met hun bruidsparen. Kun je hier ook gratis downloaden. Je kan hem helemaal customizen zoals je zelf wil. Dus als je dat tof vindt, uh, nou ja, je kan erop klikken. Uh, ja, niks is helemaal gratis natuurlijk. Dus je, je schrijft in op de nieuwsbrief en daarom krijg je dus uh, uh, de gratis download. Dus dat is het natuurlijk Het uh, sowieso leuk om mijn nieuwsbrief te volgen. Overigens, als je dat uh, nog niet hebt gedaan, dus uh, als je graag op die nieuwsbrief wil komen, stuur me even een berichtje uh, met jouw e-mailadres via de DM van Insta. En dan zet ik je op de nieuwsbrief. Want ik uh, stuur één keer per maand een nieuwsbrief uit met wat ik heb meegemaakt um, als videograaf of ondernemer. Ik vertel dingen over uh, extra tips. Ik highlight nog een aantal video's die ik heb geüpload. Uh, ik geef wat gear tips en wat uh, acties en aanbiedingen. Nou, dat soort dingen. Dus volgens mij is het gewoon heel leuk. Een hele waardevol nieuwsbrief. Zonder dat ik je al te veel gaat spammen. Nog een gratis download. De vragenlijst. Checklist. Dus uh, welke vragen stel je tijdens een kennismakingsgesprek. En hier uh, breid ik eigenlijk gewoon uit op het moment dat ik met nieuwe gratis producten kom. Um, die de moeite waard zijn om te downloaden. Dan gaan we naar de gearpagina. En de gearpagina is een, ja, niet zozeer een nieuwe pagina, want die had ik op mijn oude website ook. Alleen dit is allemaal iets duidelijker en iets helderder. Je ziet hier ook weer een nieuw menu. Um, dus je weet eigenlijk op het moment dat je dit ziet dat het een grote, lange pagina kan worden. En eigenlijk is dit een pagina waarbij ik een overzicht heb over alle apparatuur die ik of gebruik of heb gebruikt. En die ik dus enorm aanraad. En dit werkt volledig met affiliatielinks. Voor de mensen die niet weten wat dat is. Een affiliatielink is eigenlijk gewoon een linkje waarbij ik je refereer naar een bepaald product. Op het moment dat jij dat product aanschaft via mijn link, betaal jij niks meer of minder. Maar dan weet het bedrijf uh, waarvan je koopt, dus dat ik het heb aangeraden, waar ik dus voor beloond word. En dat betalen zij zelf. Dus je krijgt een klein percentage over het omzetbedrag, uh, wat jou niks meer of minder kost of koopt. Want je betaalt net zoveel als dat je normaal gesproken via de uh, webshop van dit bedrijf zou doen. Maar. Je beloont mij daar indirect dus wel mee. Dus eigenlijk help je daarmee de, een beetje de kleine ondernemers zoals ik. Uh, om de, uh, de, de winst te delen, zeg maar. met het grote uh, camerabedrijf. Die, die waarschijnlijk toch al veel te veel verdient. Um, dus je helpt ons daar eigenlijk heel erg mee. Dat is een beetje de strekking. En daar maken wij natuurlijk ook gewoon deels gebruik van. Dus uh, we, we vinden het altijd leuk om te adviseren over uh, bepaalde producten. Um, en als je dat dan via onze linkjes wil gaan. Aanschaffen. dan merk je daar zelf helemaal niks van. Er verandert helemaal niks. Um, maar eigenlijk worden wij indirect door jou, nou, eigenlijk niet door jou, maar door het bedrijf betaald om, uh, om dat advies te geven. Dus, nou, lang van kort. Ik heb hier dus eigenlijk een hele lijst met alle camera's en lenzen. Nog een paar video's erbij die daarbij horen. Uh, licht en geluid. Um, nog meer video's die erbij horen. Ik, je ziet hier bijvoorbeeld al: ik raad nu de Zoom H5 aan bijvoorbeeld. Hier kan je het product bekijken. Uh, en ik zet er eigenlijk bij van. Dat ik deze dus niet meer zelf bezit. Maar wel de oudere Zoom H4n. Alleen die is niet meer verkrijgbaar. Dus is dit eigenlijk de beste optie die ik je tot nu toe kan geven. Ja, ik moet ook soms nieuwe apparatuur kopen. <laughs> um, maar daar heb ik soms moeite mee. Um, en dat heb ik verteld in mijn vorige video. Dus zal ik even hierboven linken. Als je die nog nu gezien hebt. Over het kopen of het uitstellen van, uh, van nieuwe aankopen. Dan kan je dus zelf uh, lekker helemaal doorheen scrollen. Over mijn camera rig. Uh, en natuurlijk de video die daarbij hoort. Uh, de accessoires, zoals uh, statieven, tassen. Als je het leuk vindt om te zien wat ik gebruik, wat ik heb gebruikt, wat ik aanraad, uh, check even deze hele pagina. En um, nou, klik, lekker, klik er lekker op los. <laughs> Dan gaan we naar de shop. Uh, ik heb natuurlijk ook gewoon een shop met een aantal. Um, Producten daarin en die producten, dat zijn onder andere, dus, zoals Markstarkschritts, videografie die ook nog op mijn homepage stond. Ik verkoop natuurlijk ook gewoon een cursus. Ik heb een online cursus gemaakt de basiscursus, videografie voor iedereen die dus um, meer wil gaan doen met het maken van video's en die dus van alles over de basis wil weten over het maken van video's: uh, licht, geluid, camerawerk, bewegingen, accessoires, gimbals, weet ik het wat, alles komt aan bod. Editing. Dus als je dat leuk lijkt, uh, kan je dus de basiscursus videografie volgen. Hij kost nog geen 200 euro, dus het is eigenlijk gewoon echt peanuts. En je krijgt daarvoor 40 lessen in 10 modules. Um, dat is echt een hoop. Dan hebben we nog uh, de uh, audio preset van Premiere Pro. Ook daar heb ik een, een eerder een uh, video over gemaakt. En die heb ik uh, gecreëerd samen met Senna van Marissing. Een uh, professioneel sounddesigner. Aantal diensten die ik dus verkoop in mijn shop. Um, dus laten video maken. Dus eigenlijk is het gewoon vraag nog verder aan om mij in te huren. Een uh, workshop videografie. Eigenlijk is het een soort van offline workshop. Dus een soort van live workshop. Dus in het echt, face-to-face, -face, één op één. Super tof. En natuurlijk gewoon een online videogesprek waarbij we gewoon in een uurtje gaan babbelen over alle vragen die je hebt, et cetera. Dus hieronder nog een keer eigenlijk alle producten. De basiscursus, hier: 187 euro. Dat is toch gewoon helemaal niks. En de workshop live. En. Uh, nou, het online videogesprek. Nou, dan uh, als laatste de overpagina. Een belangrijke pagina natuurlijk, omdat je hierin gewoon eigenlijk simpelweg vertelt wie jij bent, wat je bedrijf doet, etc. Dus ik heb het hier over het verleden het heden en de toekomst. Um, dus een stukje over Romedia Films. Uh, leuke foto erbij, hartstikke leuk. Ik help eigenlijk iedereen met het maken van betere video's voor videografen, voor ondernemers, voor bedrijven. Um, ik heb een time machine gemaakt, dus een aantal uh, key moments in mijn leven die relevant zijn aan de ja, route die ik heb gemaakt als kind zijnde naar uh, tot waar ik nu ben. Uh, dus uh, nou, dat is misschien wel grappig om een keer door te nemen. Een aantal feitjes. Uh, van mij wist je datjes. Dat is altijd wel grappig. Uh, hier nog een krantenartikeltje en wat foto's van uh, het buitenland. Om een beetje een indruk te geven dat ik dus ook sinds kort naar het buitenland ben geweest. En dat Duits eigenlijk nog steeds voor open staat. Nou, dat is uh, de overpagina en dan eigenlijk de belangrijkste pagina. ...de aller, allerbelangrijkste pagina... ...omdat die hier mensen hiermee je contact kunnen gaan opnemen... ...kan ik je ergens mee helpen. Dat is uiteindelijk hetgeen wat ik doe. Ik help mensen met video. En ik uh, geef aan, leuk dat je contact wil opnemen. Ze kunnen het contactformulier hieronder invullen... ...via DM, uh, uh, via Instagram een berichtje sturen... ...of een mailtje sturen naar contact.romediafilms.nl um, En ik heb er eigenlijk specifiek bij gezet... ...dat ik dus niet graag gelijk gebeld wil worden... Eigenlijk bent als reden dat ik gewoon graag eerst wil waarom mensen bellen. En dat ze dat niet telefonisch doen. Ook vooral omdat ik vaak draai. En eigenlijk midden in opnames gewoon simpelweg niet kan uh, opnemen. Um, hier heb je dus contactformulier. Hier kunnen mensen dus uh, naam, e-mail invullen. Het onderwerp waarom ze dus contact opnemen. Dus dat kunnen allerlei verschillende of, uh, onderwerpen zijn. een corporate, cursusproduct. Een algemene aanvraag. Een samenwerking of iets anders. En die kunnen ze dus hier verzenden. Um, nou, hier nog te zien dat ik in Hilversum uh, als standplaats heb. En dat was het eigenlijk. Dat was eigenlijk mijn complete website. Dus ja, ik ben er eigenlijk best wel, uh, best wel blij mee. Ik ben er heel trots op. Hij ziet er volgens mij gewoon heel slik uit. En eigenlijk ben ik gewoon heel benieuwd uh, naar nou wat jij ervan vindt. Um, zie jij even punten? Laat het even hieronder weten in de reacties. Zijn er dingen die je gewoon heel tof vindt aan de website? Laat het ook even weten, want dat vind ik altijd leuk om te horen. Um, nou ja, ik hoop dat je iets van uh, hebt opgestoken. Ik hoop uh, dat je uh, de website gewoon even zelf op je gemakje gaat checken. Als je foutjes ziet, laat het weten. Want ja, ik ben ook niet perfect. <laughs> nou, gewoon een hele like duim omhoog als je het een toffe video vond. En ik uh, hoop je heel graag te zien bij de volgende video. Doe.